Het aftellen is nu echt begonnen. 11 mei staat Joost Klein hier in Zweden in de finale van het Eurovisie Songfestival. Tenminste, daar gaan we dan maar eventjes vanuit dat hij die halve finale gewoon moeiteloos doorkomt en zich plaatst voor die finale. Zweden, het land waar ik woon, is natuurlijk Eurovisie Songfestival land nummer 1. Ja, oké, Ierland is er natuurlijk ook nog. Die won hem ook 7 keer. Maar zeker de afgelopen 25 jaar is Zweden wel echt Eurovisie land nummer 1. En ik was benieuwd, hoe is de Nederlanders hiervoor nou vergaan in Zweden? En wat zegt dat over de kansen van Joost Klein? En wat blijkt? De combinatie Zweden, Nederland en het Eurovisie Songfestival levert in ieder geval altijd een bijzonder verhaal op. Now it's time for Sweden. There is an enormous excitement. Het hoogtepunt in Zweden ligt alweer eventjes achter ons, want dat is 50 jaar geleden. In 1974 won, misschien ken je de band wel, klein beentje, ABBA, het Eurovisie Songfestival met hun hit Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Dat betekende dat het Songfestival 1975 voor het eerst naar Zweden verhuisde. Vond plaats in Stockholm. En voor Nederland deed er een band mee met de naam Teach In. Dat jaar won Nederland het Eurovisie Songfestival met hun hit Ding A Dong. Het positieve nieuws voor Joost Klein is dus dat Teach In heeft laten zien dat Nederland op Zweedse bodem kan winnen. Maar het negatieve nieuws is dat dat wel alweer eventjes geleden is. Terwijl Nederland daarna toch nog 6 kansen heeft gehad. Is het gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames et messieurs. De eerste kans op hernieuwd Zweeds succes voor Nederland kwam in 1985 toen het Songfestival op 4 mei in Gothenburg plaatsvond. Nou, zul je misschien denken, hey, 4 mei, daar is iets mee die datum. Dat klopt, want dat is natuurlijk in Nederland dodenherdenking. En dus besloot Nederland dat jaar niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Ze melden zich af voor deze editie, die overigens door Noorwegen gewonnen werd. Welcome to the greatest game show in the world. Bij de daaropvolgende editie in Zweden was Nederland er wel bij. En dat was voor de eerste keer dat het in Malmö plaatsvond. Dat is de stad waar Joost Klein straks ook gaat optreden. Winnen deed Nederland daar nog niet. Maar er werden wel goede resultaten gehaald. Want Humphrey Campbell die trad daar op met Wijs me de weg. En eindigde op de 9e plaats. Wijs me de weg naar het nieuwe land. Wijs me de weg. Neem me bij de hand. Dus een top 10 klassering is in ieder geval alvast gehaald in Malmö. Dus dat is ook alweer een gunstig voorteken voor Joost Klein. Welcome Europe! Let the show begin! En dat de combinatie Zweden, Nederland en het Eurovisie Songfestival altijd wel mooie verhalen oplevert, dat bleek ook wel in het jaar 2000. Een van mijn favoriete songfestivalnummers van een Nederlandse deelnemer aller tijden. Linda Wagenmakers die trad op met het nummer No Goodbyes. Ze eindigde daar uiteindelijk op een 13e plaats. Veel van die punten die waren misschien niet voor het liedje bedoeld, maar vooral voor haar jurk die nogal opvallend was. No more questions, no more lies, no Zweden is ook het land waar we de gitzwarte Eurovisie-jaren achter ons lieten. Liefst 8 keer op rij wist Nederland zich niet te kwalificeren voor de finale van het Eurovisie Songfestival. En daar kwam hier in Zweden dus een einde aan. Toen trad Anouk met het nummer Birds op in Malmö. Plaatste zich moeiteloos voor de finale. En in die finale eindigde ze zelfs op een 9e plek. Ik ben er niet zo van. Ik ga of een toy of iets op mijn hoofd zetten. Of... ja, gewoon simpel houden. Gewoon mezelf zijn. En dat was eigenlijk het begin van de revival van Nederland als Eurovisie Songfestivalland. Want daarna kregen we de Common Linnets bijvoorbeeld met een 2e plek nog. Thinking about you, hearing the calm after the storm. En uiteindelijk leidde dat dus tot de winst van Duncan Lawrence in 2019. 93 points. Ja! 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 We hebben het! Het is gelukt! Ja!
De laatste keer dat een Nederlander op het podium in Zweden klom was in 2016. Douwe Bob met het nummer Slowdown in Stockholm trad hij op en eindigde op een 11e plaats. Vond ik een tikkeltje teleurstellend. Ik had hem toch wel ingeschat op een 5e plaats. Ik vond het een leuk nummer, maar Europa dacht daar iets anders over. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can go. De combinatie Zweden, Nederland en het Eurovisie Songfestival staat dus al 50 jaar garant voor bijzondere verhalen. En nu lijkt het erop dat het dit jaar weer een bijzonder verhaal gaat worden. Joost Klein met zijn viral videoclip, met zijn optredens, alles wat Joost Klein doet is op dit moment nieuws. Dus het heeft alle ingrediënten om een heel bijzonder nieuw hoofdstuk in Zweden te worden. Laatst hier in Stockholm gaf hij al een voorproefje daarvan tijdens het Nordic Free Party event. Toen ging het dak er in ieder geval al helemaal vanaf. Mijn naam is Pas van Brecht. Ik woon in Zweden en op dit kanaal deel ik opvallende, leuke, spannende, allerlei verhalen over wat zich in Scandinavië afspeelt. Dus vind je dat leuk? Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Geef deze video een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik ben wel benieuwd, wat is nou jouw favoriete Nederlandse optreden in Zweden? Laat even in de comments weten. Zou ik nu zeggen vanuit Zweden, hedel. Zo allemaal mensen, mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, dat ik stiekem eens verluister. Zie je nou op.